Show. Welkom allemaal bij een nieuw verhaal. Vandaag is frietjesdag. Frietjes van het frituur. Waar het zusje was eigenlijk? Wel, die is de frietjes gaan kopen. Oh, wat een ramp. Oei. Vertel. Wel, het frituur is gesloten. Ai. Geen paniek. We kunnen toch zelf frietjes maken? Oeh, je ziet toch altijd die diepe bevroren zakken in de winkel? Die frietjes zijn toch geplukt? Van de bomen zeker. Ja. Oh, broertje Vos, dacht je dat echt? Ja. Oh, schatten. Nee hoor, broertje. Aardappels. Dat is waar frietjes gemaakt van worden. Oh. Je schilt de aardappels. Je snijdt ze in stukjes in de vorm van frietjes. En dan worden ze gebakken in warme olie. Oké. Ja, maar Louisa, we zouden ook vissticks bestellen bij het frituur. Hoe gaan we dat oplossen? Wel, ik heb een lekker recept om zelf vissticks te maken. Maar dan hebben we nog steeds een vis nodig. Dat klopt, en die gaat broertje Vos voor ons vangen. Ik? Ja, jij. Oh, leuk. Ik ben dol op vissen. Voilà, opgelost. Jij kan zolang alle aardappels schillen en snijden. En wat ga jij dan nog doen? Ik zal alles bakken. Oké. Frietjes van 6 aardappelen. Dat zal wel genoeg zijn, hè? Voilà, Louisa. Alle aardappelen zijn versneden. Jij kan nu met de voorbak beginnen. Oh, leuk. Ik hou van frietenbakken. Ik kan niet wachten om ze op te eten. Ik vraag me af hoe het ondertussen met broertje Vos gaat. Oh, ik zit er al zo lang en ik heb nog steeds geen visje gevangen. Oh, hemelse vader, stuur toch alsjeblieft een visje. Ja, ik voel het. De vis. Ja! Oh! Help, de vis trekt mij naar onder. Oeh. Er zit iets in mijn broek. Oh, ik hoop dat ik snel naar de kant kan gaan. Waar is de kant? Oh ja, daar. Gelukkig kan ik hier al staan. Ga even kijken wat er in mijn broek zit. Amai, dat weegt zwaar. Oh, dus dat is er wat er in mijn broek zat. Oh, Vosje, nu heb je ons toch lekker laten lachen. Wat een verhaal. Ja, dat er een vis in je broek zat. Je hebt misschien geen vis aan de haak kunnen slaan, maar dan toch in je broek kunnen vangen. Ja! Zeg, Vosje, hoe vond je de vissticks? Oh, heerlijk. Je bent echt de beste kok, Louisa. Oh, dankjewel. Oeh, dit is al onze derde portie frieten. Ja, ik ben ook al verzadigd. Heel lekker. Zeg, dan moeten we weer doen, hè? Zo zelf frietjes bakken. Ja. Ja, en zelf gaan vis vangen en vissticks maken. Ja, hè, Vosje? Zelf gaan visjes vangen. Wel, ik wil volgende keer toch eerder gaan vissen bij de frituur. Snip, snap, snijd, verhaaltje is weer rijd. Het was weer fijn bij jullie te mogen zijn.